Op het Zuid-Hollandse eiland Rozenburg bevindt zich het natuurmonument De Beer. Een ongerept stukje natuurschoon dat aan vele vogels een veilige broedplaats biedt. Duizenden dieren maken dankbaar gebruik van deze rustige omgeving om er hun nesten te bouwen en de opvoeding van hun kinderen ter hand te nemen. In deze tijd van het jaar vindt men er meer dan 25.000 nesten van kapmeeuwen en sterntjes. Het benaderen ervan is niet gemakkelijk en slechts met sterke telelenzen is het mogelijk de zeldzame tafereeltjes uit het vogelleven naar voren te halen. De vogelwachter van het eiland riskeert hevige luchtaanvallen wanneer hij zich te dicht bij de nesten begeeft. Onbekend met de goede bedoelingen van de vogelwachter wint de oude vogel fanatiek de strijd aan tegen de binnendringer. Ook het jong is onrustig, het voelt de spanning. Er is in het nest nog een ei waaruit zich langzaam een ander kleintje tevoorschijn wurmt. Op de hand van de vogelwachter kijkt het jong brutaal de wereld in. Straks zal het van een nog hoger standpunt het leven op aarde bekijken. Op het natuurmonument De Beer is het telkens jaren in de broedtijd een grote drukte. Wel een bewijs dat de zorg van de dierenvrienden door de vogels op hoge prijs wordt gesteld.